Hermanos en hermanas van Team Janico. Super tof dat jullie weer kijken naar deze vlog. Jullie zien het al, we staan midden in de Galgenwaard met de officiële e-sporter Lode de Bo. Zeker. Lode, we zijn vandaag op de open dag van Utrecht. Wat gaan we allemaal doen? We gaan FIFA spelen vandaag. Mm-hmm. Dat sowieso. We hebben een hele vette FIFA stand. Dat is echt heel lijp gedaan. Dat moet je zo meteen even gaan checken. Gaan we sowieso doen. Spelerspresentatie komt natuurlijk aan. We komen hier zo meteen. Je kan voetballen, Paul Knockoutje. Ik geloof mm-hmm. dat Bas ook komt. En FC Roelie komen langs. Helemaal vet. Dus ja, het loopt wat. Leuke man. Ja, wij gaan jou de hele dag volgen. Ik ga weer een vlogje ervan maken. Kijken wat jij doet. Verder gaan we straks nog even... kun je nog een beetje een verhaaltje doen over het afgelopen Eredivisie seizoen die jij natuurlijk gespeeld hebt namens Utrecht. Ja. Hoe dat verlopen is, wat jouw verwachtingen zijn voor volgend seizoen natuurlijk. En we gaan er gewoon een leuke dag van maken, man. En het nieuwe uitshirt, hè? En het nieuwe uitshirt. Kijk eens even, welk nummer heb je daar? Nummer 29. Nummer 29. Ja. Staat gewoon op. The one and only. Fresh, helemaal fresh. Oké, okay, maar nou, laten we beginnen. Laten we gaan. Let's go. Drie keer. Nee, niks succes, jongen. Ja, lekker dichtbij staan. Wat een man, hè, wat een man. Ik kan helemaal niks van. Ja, ga je lekker hard schieten. Heb je die in ieder geval gewonnen? Die was alleen voor de snelheid. Ja, die heb je alvast gewonnen. Ik vind raak schieten toch moeilijker dan hard, hè? Ja, ja, precies. Nee, nee. Ja, helaas. Deze gaat helaas naar Lode. Wat gaat er nu door je heen? Teleurstelling, teleurstelling. Ik had meer van mezelf verwacht. Ik heb wel harder geschoten, maar jij hebt het beter gedaan, man. Ja. Eerlijk. Zo, Lode de Bo, daar staan we dan. Als je terugkijkt op jouw Eredivisie seizoen, hoe vind je zo dat het gegaan is? Je eerste Eredivisie seizoen. Het was bewogen. Ja. 14e geworden. In het begin slecht 10. Daarna wel redelijk herpakt. Nog wel slordig punten laten liggen. Twente laatste minuten, PEC laatste minuten. Dus ja, linker rijtje, dat had misschien nog wel gekund. Mm-hmm. Maar ja, je moet toch goed beginnen natuurlijk. Dat viel nog wel mee. Snap ik. Ja. En hoe was het voor jou, hoe heb jij het ervaren om e-sporter te zijn voor zo'n grote club als Utrecht? Ja, lijp. Voor het eerste seizoen, want het is wel iets nieuws natuurlijk. Ja lijp. Ja, het is echt een volksclub, dat merk je wel echt. Mm-hmm. In het begin, ja, positieve reacties allemaal. Iedereen die, kom op gast, beter, je kan het. Dat was echt heel tof. Staan echt achter je, zeg ja, maar, die zeker. Ja, dat was tof. Dat is echt een goede harde kern zit erbij, die, wel gewoon, die het allemaal mooi vinden en allemaal vet vinden. Mm-hmm. Dus dat heb ik wel mooi ervaren. Ja, en dit is natuurlijk heel gaaf. Nu ook mm-hmm. bij die open dag weer, weet je wel. Het geeft wel een kick. Het is echt cool. Natuurlijk wel, geweldig. Ja. Dat je, gewoon, je bent ook een soort voorbeeld, hè? Je bent een soort van boegbeeld voor de jeugd. En dat zorgt ervoor dat hun veel actiever bij de club aanwezig zijn. Wat zijn je verwachtingen voor volgend seizoen? Volgend seizoen? Of je doelstellingen? Want je bent 14e geworden. Ja, 14e geworden. Ja, ja. Toch het linker rijtje op gaan zoeken, toch? Ja, dat is wel het plan. Ja, het liefst daarboven nog. Mm-hmm. Het ligt natuurlijk ook aan elkaar teams, hè, wat IE helemaal van plan is om te gaan doen. Ja. Maar linker rijtje, ja, ik wil natuurlijk net zo goed doen als de ploeg van Erik. Maar dat gaat natuurlijk lastig worden. Er zijn goede jongens hierbij. Ik ben veel beter aan het trainen ook. Dus ja, het moet wat fanatieker, het moet wat beter en moet wat hoger vooral. Helemaal goed, man. Ja. En zo direct de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen Yannick Lopez. Ja. Hoe kijk je daarop? Nou, ik moet zeggen, ik heb een zware voorbereiding gehad. ik heb wel een aantal jongens die goed hebben lopen scouten. Dus ik weet wat de zwakke punten zijn vooral van Yannick Lopez. En daar moet ik toch op zien in te spelen. Weet je, de goede punten kent iedereen, maar vooral de zwakke punten, ja, daar moet je nog wel op gaan gas geven. Maar het is al een beloofde spanning. Weet je, de bal is rond. FIFA kan altijd alles gebeuren. Dus ja, het is lastig. Goed, man. Ik heb er zin in. Laten we spelen, man. Zeker, is cool. Binnen de goal maken om mijn vervolgens uit te lachen. Dat is snap ik helemaal. Dus die Roy, daar heeft zijn lichaam goed reageert. Probeert die zand te gaan. Zijn jullie er klaar voor? Roelie van Bemmel! Oh. Zijn jullie klaar voor Roelie van Bemmel, dames en heren? Als je Roelie, kijk eens. Hij is fel. Manuel die achterin verdomd. Redelijk doet. Niet veel fouten maakt. En nu wordt het toch tricky. Een schot op de paal. En dan is hij erin. Nee, niet! Oh!
Lodo, vind je de open dag tot nu toe gaan, man? We waren net beneden bij de FIFA State, we hebben een potje FIFA gespeeld. Druk, het is super druk, het is alleen maar kinderen overal. Ja. Hoe vind jij het gaan? Ja, dik. Ja, vet. Ja, één groot succes. Alleen maar kids, volwassenen die het vet vinden. Mm-hmm. Shirtjes worden verkocht, handtekeningen daar, iedereen is enthousiast. Helemaal dus goed. Volgens mij is de sfeer top. Zo direct de spelerspresentatie. Ja. Met vuurwerk en alles. Vuurwerk en alles. Zin in? Ja, en een nieuwe spits die we eindelijk gaan zien, dus dat is ook leuk. Oh wauw, ben benieuwd. Oké, man. Dit was nog nieuwe, dus het wordt vet denk ik. Lekker dan. Kom, we gaan kijken, man. Let's go. Mega vet. Ja, iedereen was gewoon enthousiast. Spelers hier, de hele kant helemaal vol. Dat heb ik oprecht bij het open dag nog nooit gezien. Echt niet, dat is echt gaaf. En we hadden ook van de beste plekken, precies daar, bij de ingang waar alle spelers kwamen. Ja, 100%. Helemaal goed, jongen. Nog even box geven? Ja, ik wil je sowieso bedanken voor deze dag, man. Het was helemaal geweldig, ouwe. Mooi, graag. Tik hem aan, tik hem aan.